Op 29 mei 1959 wordt hier in Kolham onder het land van boer Bon aardgas ontdekt. Pas jaren later wordt duidelijk hoe groot die gasbel wel niet is. Een ongekend grote bodemschat waar heel Nederland van zal profiteren. Goedenavond en welkom bij de laatste aflevering van Het Verleden van Groningen. De gasbel van Slochteren speelt een bijzondere rol in de moderne geschiedenis van Groningen. Aan de ene kant symboliseert het de naoorlogse welvaart, want mede dankzij het gas behoort Nederland tot de rijkste landen van de wereld. Aan de andere kant vindt menig Groninger dat wij te weinig profiteren van het gas. Ze voelen zich onrechtvaardig behandeld door Den Haag en het gas is het symbool van dit onrecht. In deze uitzending laat ik u zien dat Groningen in economisch opzicht de Randstad niet altijd kan bijbenen. Maar dat betekent nog niet dat de provincie cultureel of economisch een arm en achtergesteld landsdeel is. Ter gelegenheid van de kroning van prinses Juliana in 1948 tot koningin organiseren stad en provincie een grote tentoonstelling hier in het Stadspark waar bedrijven uit Groningen zich kunnen presenteren. Hoewel de aanleiding dus een nationaal evenement is, manen Groningen bestuurders Den Haag om deze provincie vooral niet te vergeten. Is er een aanleiding voor die waarschuwing? Ja, want het hart van de Nederlandse economie ligt in het westen van het land en Groningen is daarvan afhankelijk geworden. De landbouw mechaniseert snel en veel landarbeiders verliezen hun werk. De laatste stukjes veen zijn afgegraven, dus ook voor veenarbeiders is er geen werk meer. Kortom, de werkgelegenheid staat in Groningen voortdurend onder druk. In Den Haag is men zich bewust van de problemen in Groningen en elders. En men zoekt naar wegen om de industrialisatie buiten het westen van het land te stimuleren. 120.000 inwoners. De periode tot 1960 is in Groningen, net als de rest van Nederland, de tijd van de wederopbouw. Niet alleen wordt de schade van de oorlog hersteld. Er wordt ook de basis gelegd voor de verzorgingsstaat die vanaf de jaren 60 tot bloei komt. De jaren 40 en 50, die zich kenmerken door soberheid en spaarzaamheid, gaan langzaam over in de jaren van welvaart voor allen. Zeg, maar nou wat anders. Wat spoken jullie daarachter? Farm ze hem eigenlijk allemaal uit. Wat ze daarachter farm ze hem uitspoken, kapitein? Wel, daar gebeuren dingen die in het oude, rustige Delfzijl nog nooit gebeurd zijn. Daar groeit het stalige raamte voor een grote industrie. De industrialisatiepolitiek leidt onder meer tot de vestiging van een Philipsfabriek in Stadskanaal en van een sodafabriek in Delfzijl. In de jaren 50 concentreert de nieuwe industrialisatie van Groningen zich vooral in Delfzijl. In een paar jaar tijd wordt de kleine haven uitgebouwd tot een complex waarop volop ruimte is voor chemische industrie. De basis hiervoor is het steenzout dat in grote hoeveelheid in de bodem is gevonden in de buurt van Winschoten. Dit zout dient als grondstof voor de nieuwe sodafabriek. Daaromheen verschijnen andere chemische fabrieken. Om de toestromende arbeiders onderdak te kunnen geven, verrijzen rondom Delfzijl nieuwbouwwijken. En de welvaart stijgt. Vrijwel iedereen heeft aan het eind van de jaren 60 een koelkast, een tv en een wasmachine. Maar de vernieuwing heeft ook zijn schaduwzijde. De rigoureuze vernieuwingsdrang leidt tot de sloop van hele dorpen zoals Heveskes, Weiwert en Oterdum. Die moeten in de jaren 60 wijken voor de aanleg van een industrieterrein. Nu liggen die terreinen nog steeds grotendeels braak. Al in 1959 wordt er door de NAM, een samenwerkingsverband van Shell en Esso, onder Slochteren een enorme gasbel ontdekt. Voor het noorden lijkt er, ondanks de economische achterstand, geen vuiltje meer aan de lucht. Maar al snel ontstaat er boosheid over de opbrengsten. Die verdwijnt in de kassen van Shell, Esso en de Nederlandse staat. Wordt het noorden behandeld als wingewest? Wordt Groningen geplunderd? Volgens sommigen wel.
Het geluid wat u hier hoort, dat komt uit de bodem van Slochter. Dat is het geluid waarmee ze het onmetelijke reservoir van aardgas hier uit de bodem halen. Alleen al de regering die maakt een netto winst van 1,2 miljard winst aan het aardgas. Daarnaast maken nog de NAM en de andere maatschappijen ook nog bijna zo'n portie winst aan het aardgas. En als men dan bedenkt dat onze provincie een achtergebleven regio is door de EEG-politiek, waar bewust de industrialisatie wordt achtergehouden, dan kan men begrijpen waarom dat de Groninger bevolking in zo'n grote getale optreedt om, laat ik zeggen, als gelijkwaardige in Nederland te worden behandeld. Aanjager van het gevoel van achterstelling door Den Haag is onder andere de communist Vreem Meis. Eind jaren 60 en vooral begin jaren 70 raakt de Nederlandse economie in een recessie. Deze recessie treft in Groningen vooral de inmiddels traditionele agrarische industrie zwaar. Zoals bijvoorbeeld de aardappelmeel- en strokartonfabrieken. De oorzaken daarvan, schaalvergroting, de opkomst van de lage lonenlanden en een gebrek aan alternatieve werkgelegenheid. De ideologie van de achterstelling van het noorden krijgt steeds meer aanhang. Veel politieke partijen en economische belangengroepen onderschrijven de stelling dat Den Haag Groningen gebruikt als een wingewest. Anderen blijven de nadruk leggen op de ontwikkeling van de eigen kracht van Groningen, maar vinden ook dat Den Haag zijn beloftes te weinig nakomt. Het noorden wil werkgelegenheid terug voor het Slochterse gas. Klopt dit verwijt wel? Nu we kunnen terugkijken op deze jaren vol onrust, kunnen we dan achteraf bevestigen dat Groningen achtergesteld werd? Laten we eens kijken naar een aantal spraakmakende werkgelegenheidsprojecten. Op 8 februari 1968 besluit de Provinciale Staten van Groningen tot de realisatie van een groot project. De aanleg van de Eemshaven, zo'n 20 kilometer ten noordwesten van Delfzijl. De nieuwe haven moet toegankelijk zijn voor veel grotere schepen ten behoeve van de petrochemische industrie en werk bieden aan duizenden mensen. Delfzijl moet het Rotterdam van het noorden worden. In 1973 is de eerste fase van de werkzaamheden aan de Eemshaven afgerond. Op 7 juni van dat jaar wordt de nieuwe haven geopend door koningin Juliana vanaf het passagiersschip Rotterdam. Dat blijkt ook spoedig het enige schip wat de haven binnenvoer. Want kort na de openstelling breekt de eerste oliecrisis uit. Hierdoor en door de steeds strenger wordende milieuwetten komt er jarenlang geen bedrijf van de grond in de Eemshaven. Tegenwoordig zit de Eemshaven na jarenlange verliezen in de lift. Er worden elektriciteitscentrales gebouwd en via een kabel is de Eemshaven verbonden met het Noorse elektriciteitsnet. Steeds meer ondernemingen tonen belangstelling om zich hier te vestigen. Zoals wel vaker hebben sommige projecten tijd nodig om te rijpen. De Eemshaven is dan niet dat geworden wat de planologen ervoor bedacht hebben, maar lijkt nu wel degelijk een belangrijke motor in de Groningse economie te worden. Groningen kent in de jaren 70 meer werkgelegenheidsprojecten die niet van de grond zijn gekomen. De Octo-fabriek in Winschoten is een bekend voorbeeld. Daar werd met veel overheidsgeld een hypermoderne machine geplaatst die de kwijnende strokartonindustrie moest redden. Het werd helemaal niets. De reden is achteraf al duidelijk. In Nederland en ook in Groningen groeit in het begin van de jaren 70 de dienstverlenende sector en niet de industrie. Er komen meer banen achter bureaus dan in de fabrieken. De Groningse confectieindustrie bijvoorbeeld vertrekt naar landen waar de lonen veel lager zijn. Om de werkgelegenheid te stimuleren besluit de regering een aantal rijksdiensten te spreiden over het land. Zo krijgt Winschoten een overheidsdienst voor de bewerking van archieven. De Rijksdienst voor het Wegverkeer gaat naar Veendam. En in 1975, als klap op de vuurpijl, besluit het kabinet de centrale directie van de PTT, de voorloper van de huidige KPN, te verplaatsen van Den Haag naar Groningen. Deze beslissing levert veel commotie op. Groningen is dolblij, maar de PTT-medewerkers steken hun woede niet onder stoelen of banken. Ze spreken over een verbanning naar Siberië. Uiteindelijk komt de directie van de PTT schoorvoetend en met de nodige tegenzin naar Groningen.
In juni 1990 opent koningin Beatrix het nieuwe hoofdkantoor. Maar al in 1998 verdwijnen de hoofddirecties van de geprivatiseerde PTT weer naar het westen. Toch betekent de komst van de PTT achteraf gezien een belangrijke stimulans voor de noordelijke economie. Want de sluiting van de traditionele industrieën gaat nog steeds door. Hier in de stad Groningen staat een van de laatste bolwerken van de Europese agrarische industrie, de Suikerunie. Maar deze fabriek zal worden gesloten en de productie zal worden voortgezet daar in Hoogkerk. Vroeger verschafte de fabriek tijdens de bietencampagne honderden mensen werk. Maar machines hebben steeds meer het werk van die mensen overgenomen. En de sluiting van deze fabriek symboliseert dan ook de overgang naar een nieuwe economie in Groningen. Die nieuwe werkgelegenheid is in dit soort kantoorgebouwen te vinden. Door de komst van de PTT groeide de behoefte aan geschoold computerpersoneel. En de Rijksuniversiteit en de diverse hogescholen leiden ze op. De provincie en de gemeente investeren in computernetwerken en in kabels. Je kan wel zeggen dat ICT booming business is geworden in Groningen. Niet alleen de economie, ook de cultuur en het karakter van Groningen veranderen. Wat is meer Gronings? Het Peert van Omeloeks dat zo langzamerhand elke Groninger wel kent? Of het museum dat inmiddels internationaal vermaard is geworden? Het Peert is in 1959 gemaakt door Jan de Baat in opdracht van het gemeentebestuur. Dat was er uiteindelijk niet tevreden over en heeft het zonder al te veel ophef in de nacht van 21 op 22 augustus 1959 voor het hoofdstation neergezet. En de Groninger bevolking heeft het beeld in zijn hart gesloten. 35 jaar later werd het nieuwe Groninger Museum geopend. Een ontwerp van onder andere de Italiaanse architect Alessandro Mendini. Voor de bouw heeft het ontwerp veel verzet opgeroepen bij de Groninger bevolking. Het opvallend postmoderne gebouw in het Verbindingskanaal was in alle opzichten on-Gronings. Nu, zo'n 15 jaar later, willen de meeste stadjes het gebouw niet meer kwijt. En wordt het zo langzamerhand gezien als een visitekaartje van stad en provincie. Wat is dan dat Gronings eigene? Misschien wel de typische Groninger boerderijen. Vooral in het Oldambt laat de herenboer zien dat het goed met hem gaat. Het Weidse landschap, zover het oog reikt. De wierdedorpen op het Hoge Land met elk hun eigen dorpsleven. De liefde van de Groninger boeren voor paarden, die elk jaar tijdens Bommenberend herleeft. En natuurlijk de Groninger streektaal, onderdeel van een wijder verspreide Neder-Saksische taal. En die door Ede Staal als geen ander in zijn liederen is gebruikt. Veel Groningers krijgen heimwee als ze de Olle Griezen niet kunnen zien. Sommigen menen zelfs dat er een Gronings volkskarakter bestaat. De wat stugge Groninger die met weinig woorden en veel gevoel voor understatement de wereld aan zich voorbij laat trekken. Het kon minder. Oh nee, en wat was je ervan? Ik ben nou jouw trouwd, hè? Maar wat was je ervan wat ik fout heb, of doorn heb, of leen heb, voordat ik die heb leren kennen? Rustig maar. Oh, steur ik? Nee, wie bron zomaar wat? Ik zat in de bibliotheek, ruim te schreeuwen. Kon niet uit wat er hier gebeurde? Nee. Tunnel. Ja, wat nu dat typisch Gronings eigene is, valt moeilijk te bepalen. De behoefte om zich nadrukkelijker als Groninger te manifesteren werd aan het begin van de vorige eeuw gevoeld. Toen werd onder andere de Groninger Sprook opgericht. Dat streefde naar het behoud van de Groninger identiteit. Maar kan die identiteit bestaan zonder de buitenwereld? Kom maar eens voorwezen. Waar is het om kennenleerd? Waar is het om kennenleerd? Daar heb ik die al. En hoe lang duurt die grapmakerij al? Hoe lang duurt die grapmakerij al? Ik heb die toch al gezegd dat ik hem gisteren voor de eerste keer zijn heb. Kies mij nog meer vertellen. Kies mij nog meer vertellen. Gronings cultuur is niet alleen een product van de Groningers. Het komt ook tot stand onder invloeden van buitenaf. Naast de typisch Groningse boerderijen vindt men ook exemplaren van excentrieke architectonische waarden, de Amsterdamse school.
En de stad kent al sinds de middeleeuwen allerlei gebouwen die door buitenlanders zijn ontworpen. Het A-Kerkhof. En tegenwoordig is dat meer regel dan uitzondering. Een typisch volksfeest met een jonge geschiedenis is op Rokeldaes. Folklore van eigen bodem ontmoet folklore van elders in de wereld. De Groningse popcultuur is een ander voorbeeld. Vooral eind jaren 70 leidt dat tot het Groninger springtij. Bands als Herman Brood en His Wild Romans, White Honey, Phony and the Hardcore en New Adventures timmeren aan de weg en zorgen er mede voor dat Groningen een eigen poppodium ontwikkelt van internationale vermaardheid zoals Noorderslag en Eurosonic. Buitenlandse bands die hier optreden in plaatsen als Vera beïnvloeden op hun beurt de Groninger popmuzici. Dat de cultuur in de stad Groningen bloeit, valt ook te merken aan festivals als Noorderzon. Hey, hallo. Where is he now? Goed met mij. En met jou te gaan. Of de jaarlijkse fotomanifestatie Noorderlicht. Maar ook een groot orgelfestival herinnert aan de rijke orgelgeschiedenis in de kerken van Groningen en Oost-Friesland. Dat zijn maar een paar voorbeelden van invloeden van buitenaf. Oost-Friesland en Groningen waren tijdens de 80-jarige oorlog communicerende vaten. En die invloed is nog steeds merkbaar. En om van die invloed te kunnen profiteren zijn goede verbindingen nodig. Het is misschien juist daarom dat Groninger ondernemers en bestuurders zo fel hebben gevochten voor de komst van de zweeftrein. De aanleg van een zweeftrein van Amsterdam naar Groningen, mogelijk met een verlenging naar Hamburg en Berlijn, is het nieuwe symbool in de strijd tussen het noorden en Den Haag geworden. De zweeftrein moet de vermeende afstand tussen het noorden en de Randstad verkleinen en de economische ontwikkelingsmogelijkheden voor het noorden vergroten. Maar het moet Groningen ook onderdeel laten worden in het internationale netwerk van Europese steden. Hoewel een eerder kabinet de komst van de trein al min of meer heeft toegezegd, gaat de aanleg uiteindelijk niet door. Ter compensatie komt er een forse hoeveelheid geld naar het noorden voor andere infrastructurele projecten. Want Groningen vernieuwt voortdurend. Oude symbolen in het landschap verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe. Ik heb 8 afleveringen lang met u een ontdekkingsreis gemaakt door het verleden van Groningen. 3 zaken zijn mij in het bijzonder opgevallen. In de eerste plaats ben ik onder de indruk geraakt van de veranderingen in het landschap. Het ruige land van zo'n 11.000 jaar geleden is door mensenhand tot in alle uithoeken van de provincie in vruchtbaar landbouwgebied omgezet. Nu, in 2008, ontwikkelt het landschap zich nog steeds verder. Net als in het westen van het land tekent zich ook hier de verstedelijking steeds duidelijker af. Het tweede wat mij opviel was de politieke vorming van de provincie. Aanvankelijk was het een samenleving waar het recht vaak met geweld moest worden afgedwongen. De spanning tussen stad en ommelanden waren soms groot, hoewel ze in economisch opzicht van elkaar profiteerden. Anno 2008 is die animositeit nogal eens voelbaar. Maar in een groeiend Europa lijkt vooral de eenheid van de noordelijke provincies, zeg maar het noorden, steeds meer nadruk te krijgen. Het derde punt wat ik naar voren wil halen zijn de banden van de Groningers met de buitenwereld. Lange tijd waren stad en ommelanden op het oosten, het huidige Duitsland gericht.
Pas in de 17e en 18e eeuw verplaatste de aandacht zich naar Holland en werd Groningen onderdeel van de Nederlandse natie. Tegenwoordig is Groningen onderdeel van een globaliserende samenleving en kan ze bij wijze van spreken dagelijks in contact komen met elk plekje op de wereld. Hoe Groningen daardoor gaat veranderen, de geschiedenis zal het ons gaan leren. Dit was Het Verleden van Groningen. Ontzettend bedankt voor het kijken en graag tot ziens. Wilt u meer weten over onze geschiedenis? In Appingedam, Groningen, Rottum en Scheemda kunt u nog presentaties bekijken. En voor de jeugd is er nu de online game over het verleden van Groningen. Meer weten? Kijk op www.verledenvangroningen.nl. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Groningen, Stichting JB Scholtenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds en Stichting Erven de Jager.